Hallo met Christel. Ik ga vandaag sterrenbeelden doen. Ieder afzonderlijk. Dus we beginnen met de aardetekens, dan de luchttekens, watertekens en dan de vuurtekens. Met de voorwerpen en wat tarotkaartjes. Dus in ieder geval geniet ervan. En ik zie je zo meteen bij de aardetekens, de stier. Tot zo meteen. Doeg! Hallo lieve stier van de aardetekens, laten we beginnen met de voorwerpjes. Goed, de stier is heel erg moe, die mag uitrusten. Pauze nemen, we hebben hier nog een letter S, kan voor jou zijn. Of van iemand anders, kan voor of achter de letter zijn, of iemand met wie je te maken hebt. Ja, er gebeuren stekelige dingen rondom de stier, waardoor de stier erg moe is. Ja, het kan zijn dat er torenmomenten zijn, dingen die instorten voor de stier. Er gebeurt veel bij de stier. Komt wel communicatie. Iemand gaat communiceren. Stier gaat communiceren. Of gaat iemand communiceren over de stier. Kan een geliefde zijn. Stier moet wel meer fruit gaan eten. Ja, er zijn veel mensen om de stier heen. Misschien een hele drukke werkomgeving. Veel familie. Stier heeft het heel druk. Waardoor de stier ook vermoeid is, veel prikkels, toormomenten. Ja, er komt wel een duif, er komt wel vrede weer voor de stier en liefde. Er wordt weer wel liefde aangereikt door het universum, de vredesduif. En de poes is hier. Staat ook wel voor intuïtie, gebruik je intuïtie. Misschien dat je door de omstandigheden een beetje kribbig wordt. Dat je hier daar een vee geeft en hier een krab uithaalt. Of er zijn mensen die jou krabben uitdelen. Die niet zo aardig zijn. Maar je bent zelf, mag jij de boot gaan besturen. Jij mag aan het roer staan van je eigen boot. Je krijgt misschien veel muziekboodschappen, misschien veel, speel je toevallig gitaar. Maar weet dat de zon weer gaat schijnen voor jou, stier. Dat er een windenis misschien komt met iemand. Je mag de brug over om je dromen achterna te gaan. Laten we even wat tarotkaartjes erbij pakken. Hier staat ook 10 voor actie. Je werkt zo hard. De engelen verzoeken je om een gezonde balans te vinden tussen je werk en je privéleven. Kijk, misschien heel vol huis. Wees bereid hulp aan anderen te vragen om een beetje te ontlasten. Zodat je beter voor jezelf kunt zorgen. Jezelf forceren om anderen blij te maken kan je gezondheid schaden. Dus je bent een hele harde werker. Maar je werkt te hard. Je bent erg moe. Dus gebeurt van alles om je heen. Dus doe rustig aan. Ga uitrusten. En vraag hulp van andere mensen. Terugblik en bespiegeling. Je hebt heel veel bereikt in je leven. En heel veel om trots op te zijn. Nu is het tijd te besluiten hoe je verder gaat. Terwijl je terugblikt op het verleden en nadenkt over het heden, zul je een steeds helderder beeld krijgen van je goddelijke levensdoel. Laat je niet afleiden door wat van je wordt verwacht. Wees je ware zelf. Ja, misschien durf je niet nee te zeggen tegen heel veel dingen. Het is de bedoeling dat je ware zelf wordt. Je hebt al heel veel bereikt. Maar je moet wel
rustiger aandoen, niet alles tegelijk. En ja, mensen verwachten natuurlijk heel veel van je, maar zeg dan gewoon ook nee, hè? Innerlijke kracht. Je bezit grote moed en zachtaardigheid. Misschien besef je niet hoe sterk en krachtig je bent, maar er is geen probleem dat je niet kunt oplossen. De compassie die anderen zo gul schenkt, moet je nou jezelf schenken. Blijf standvastig als het juiste antwoord op iemands vraag nee is. Dus ja, je verstandvastig in je eigen, ja, eigen, ja, wat jij wilt voor jezelf, hè? Dus wat je eigen, wat jouw dromen zijn. Dus ja, laat je niet in ieder geval de anderen de les lezen. Want je bent zelf ook heel krachtig en sterk. En je kan heel veel problemen oplossen. Dus meer compassie ook naar jezelf toe. Meer houden van jezelf. En ja, die balans weer terugvinden in je leven. Dus ja, want je bent echt vermoeid. Er gebeurt echt heel veel om je heen. Veel op de werkgebied ook. Dus doe rustig aan. Zodat je straks die brug over kunt, hè. Goed, dit was het voor de stier. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo lieve maart, voor jullie nu de reading met voorwerpen en wat kaartjes. Dus laten we even kijken. Wat speelt er bij de maart? Ja, de maagd moet misschien een keuze maken met iets. En daar moet de maagd kracht voor hebben. In ieder geval, je bent goed verbonden met spirit, met het universum. En je volgt je intuïtie. Ja, je moet flexibel zijn. Flexibel zijn in de situatie. Ja, stappen durven zetten. Durf te veranderen van vorm, hè? Dus durf te veranderen van, ja, hele andere dingen doen waarschijnlijk. Je zit misschien in een baan met veel mensen, hoop stress. Ja, heel veel rumoer om je heen. Of kan een heleboel kinderen. Ja, ga je passies achterna. Wat zijn je passies? En je bent aan het groeien. En ja, iemand is verbonden met jou waarschijnlijk. Iemand die van je houdt. Je bent aan het transformeren met de vlinder. Maar je voelt je een beetje klein. Doe dat niet, hè? Je bent een mooi mens. Ja, je wil misschien iemand aan de haak slaan. Vissen. Maar ja, dan moet je wel wegvliegen van een bepaalde situatie. Zodat je ook sneller weer vooruit kan. Dit is de zegenwagen. Maar je gaat de overwinning behalen. De krans. En ja, iemand of jij gaat iemand een cup van de liefde aanbieden. De koning van cups. Laten we kijken wat nog meer voor de maagd. Ja, twee voor actie. Ja, je moet een keuze maken. Vertrouw op je vermogen uitstekend de keuze te moeten maken. Er zijn overal om je heen volop mogelijkheden. Als je maar doorgaat. Misschien is het tijd
voor een nieuwe partner om in zee te gaan. Die je kan helpen een succes te maken van carrière of creatieve bezigheden. Richt je op het grote geheel in plaats van de details van het huidige moment. Keuze maken, misschien ook een partner, misschien ook in werk. Keuzes met een nieuwe partner, werkpartner kan ook. Want ja, acht van emoties, je voelt een diep verlangen naar iets van betekenis in je leven. In je hart weet je wel dat er meer is in de wereld. Het kan tijd zijn om van loopbaan te veranderen, te verhuizen of een andere grote verandering in gang te zetten. Doe wat juist is voor jou en ga op zoek naar een nieuw leven. Ja, een nieuwe leven, ja, levensloop, ja, iets anders. Dan anders. 10 van overvloed. De hemel heeft enorm gezegend. Je gezinsleden voelen zich met elkaar verbonden. Zijn in eenheid. Voor de kinderen wordt goed gezorgd. Als de tijd daar is, zul je comfortabel met pensioen kunnen gaan. Je hebt je gezin de waarde en de vreugde geleerd van het kunnen herkennen van goed en kwaad. En je mag heel trots zijn op jezelf. Dus ja, er komt overvloed, een gelukkig gezinsleven. Ja, met elkaar verbonden zijn in eenheid. Er wordt goed voor de kinderen gezorgd. En je mag trots op wat je bereikt hebt dan, hè, tegen die tijd. Als het zover is, hè, als je de weg te vliegen, de keuze hebt gemaakt. Dus je verlangt er wel naar, dus om iets van loopbaan te veranderen. Ja, of iets anders, hè. Misschien een nieuwe liefde, te gaan verhuizen. Ja, iets van verandering in ieder geval voor de stier. Of voor de maagd, sorry. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo lieve steenbok, ik ga voor jullie wat voorwerpjes trekken. Laten we even kijken wat er uitkomt. Goed, ik heb hier een letter I. Kan zijn voor- of achternaam. Of van iemand die er dierbaar is. Oké, even kijken wat hier allemaal ligt. Ja, er is waarschijnlijk iets gebeurd. Hier is echt een raket afgeschoten in je leven. Er is misschien iets ingestort. Maar dat doen raketten, bommen, hè? Die storten iets in. Je bent misschien heel angstig ervoor. Misschien heb je heel veel angst gehad. Maar laat dat los, laat dat los. In ieder geval, ja, je voelt je verbonden met iemand. Misschien voel jij je een beetje klein daarbij. Ligt eraan welke jij kiest, hè? De grote vlinder of de kleine vlinder. Misschien voelt iemand anders zich klein tegenover jou, dat kan ook. Maar je bent wel verbonden met iemand. Je voelt ook passie voor iemand. Ja, misschien ben je een divine masculine, dus een mannelijke tweelingziel. Of je bent wel meer in een mannelijke kracht komen om je doel te bereiken. In ieder geval, je mag zelf je stuur in handen houden. Dus je mag zelf je richting bepalen. In je kracht staan. Niet meer angstig zijn. Want weet dat er geluk komt. Klavertje 4. Je wordt ook beschermd. Met de paraplu. Ja, durf naar de kern van je ziel te gaan, hè. Waar je naartoe gaat is een schot in de roos. Dus ja, het wordt allemaal beter. Je had niet beter kunnen kiezen. Maar je moet wel uit je angst gaan. Je bent te angstig. Misschien ben je angstig, wat zal die andere zeggen? Weet ook dat je beschermd wordt. Hoeft niet bang te zijn voor gevolgen. Want je wordt beschermd. Voel je ook beschermd. Volg je intuïtie. Dit is de hoge priesteres. Want ja, er is wel liefde, me en you, een hartje. Er is liefde tussen jou en iemand.
Ja, wensen gaan uitkomen. 3 sterren. Dus heel veel wensen, heel veel geluk. Verbonden in de liefde. Een trouwring ligt hier zelfs. Misschien ga je trouwen met een bepaald persoon. Ja, over de rainbow. Ja, heel veel geluk. Meer kan ik er niet van maken. Ga uit die angst. En je gaat thuiskomen. En als je een divine masculine bent. Ja, union. Thuiskomen. Je lekker voelen bij iemand. Helemaal relaxed. Echt waar je moet zijn. Even nog wat tarotkaarten. Dat is te veel. Wat nog meer voor de steenbok. Intuïtie en inzicht. Je intuïtieve vermogen zijn nu heel zuiver. Dus je kunt erop vertrouwen dat je innerlijke kompas je de juiste richting zal sturen. Volg je eigen inzichten boven het advies van anderen. En laat je niet leiden door angst of zorgen. Ja, weer dat poppetje, hè? Dat angstpoppetje. Er zit te veel in angst en zorgen. Laat dat los, hè? Laat dat los. Laat het universum van jou de richting opwijzen. Volg je eigen inzichten boven het advies van anderen dus. Hè? En laat je niet leiden door angst en zorgen. Het is misschien het beste je geheimen op dit moment niet te delen. Misschien heb je een geheim, deel ze nog niet. Dat komt later dan wel. Ja, in ieder geval luister naar je eigen inzichten. Je hebt genoeg intuïtie en inzichten gekregen. Dus die angsten en zorgen, die moet je aan de kant gooien, mannelijke tweelingziel of DM, hè, lig hier. Of ja, gewoon laat alles los. Laten we kijken wat dit is, 5 van emoties. Dan zie je een man met een vrouw en vergeving is een belangrijk onderdeel van heling. Vergeef jezelf en de mensen om je heen voor alle fouten uit het verleden, zodat iedereen weer verder kan. Rouwen hoort bij het leven. Vraag je engelen of je dierbaren je helpen om vlot door het proces heen te gaan, zodat je weer verder kunt gaan op het pad naar vreugde. Misschien moet je wat achterlaten en dan ben je verdrietig om, moet je rouwen. Misschien moet iemand jou nog vergeven. Misschien, ja... Niet iemand jou vergeven, maar ook dat jij ja, vergeving wil voor iemand, dat kan ook. En jezelf dus vergeven voor de fouten, zodat iedereen weer verder kan. Je ziet echt een man en die vrouw, ja, het lijkt niet naar die man om te kijken, maar dat, ik denk wel dat die vrouw jou gaat vergeven. Of die man, hè. Ligt trouwens wie kijkt natuurlijk. Goed, beschermen van overvloed. Dit is een periode van groot succes voor je. Al je plannen zijn gezegend en zullen volmaakt verlopen. In de nabije toekomst verschijnen onverwachte carrière-mogelijkheden. Zorg ervoor dat je ze accepteert. Deze kaart duidt erop dat je iemand met een geweldige carrière bij deze situatie bij betrokken is. Dit is een machtig persoon, een bijzonder integer. Een persoon die houdt van hard werken. Deze persoon zou jij kunnen zijn. Nou, er staat wel bekend dat in ieder geval steenbokken dus wel hard kunnen werken. En ja, je kan zo misschien, als je iets, een carrière moet achterlaten, dan is het, komt er weer een nieuwe carrière. Onverwachte carrière mogelijkheden. Misschien... zie je het nog niet? Misschien heb je er angst voor. Misschien ben je bang. Doe dat niet. Dus het kan zijn dat er een vrouw is in je leven die waarvan je bang is, die vergeeft mij niet. Hè? En, maar het kan ook zijn dat er straks weer mooie kansen komen. Misschien een werk moet loslaten waar je bang voor bent. Dus... ja, er ligt wel een hele mooie toekomst met die dubbele harten, ring en regenboog en 3 sterren en huis.
En de klavertje, dat is mooi, kan haast niet voor de steenbok. Goed, het was voor de steenbok. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!